Die vis zit echt al, ik weet niet hoe ver. Ik heb hem echt niet in doen. Ja! Wat een kracht dat ze. Mega ver. Oh, wat bak, man. Oh! Ja! Dat is echt kerstin, dat is het enige wat ik verleef. Zo vet. Een held. Kerst! De jeugd. De jeugd. Hallo iedereen en welkom bij Bruggenmakers 2.0. In de vorige editie hebben we de Brugse binnenstad onveilig gemaakt. En als jullie die toffe video willen zien, klik dan op de link. En nu zitten we in Frankrijk. Cyril? Voilà, Frankrijk. Jouw water is hier? Yes. Waters, want? Want ja, een nieuw project. Samen met Ruben en Axel hebben we van de jaren een nieuwe vijver gekocht. En een nieuw project voor volgend jaar op de markt te brengen. En ik wou super graag met die water natuurlijk een keer aan Chris tonen. Dus daarom hebben we besloten om in het februari, het zonne-februari, naar Frankrijk te komen. En vooral eigenlijk voor plannen te smeden voor dit jaar verdere brokkenmakers. Ja, we willen nog een paar brokkenmakers video's doen. En dus ja, de uitdaging was van enerzijds ja, hier die waters eens te bekijken, maar we hebben spectaculaire beelden al gezien. We weten niks van het bestand. Niks van het bestand. Maar echt zotte beelden van, stel je voor mensen, een gigantische graskarper die in februari gewoon als een dolfijn door het wateroppervlak springt. Wat hebben we gedaan? Ja, we zitten hier op Black Swan, op het andere water. Op het andere water te vist. Maar dit water ligt net achter onze stek, dus dat is goed. En we zijn naar hier gekomen nu, in het zonnetje. Je kan het niet voorstellen, maar daar is er een ijskoude, gure noordoostenwind. Onze receiver is aan het flippen. Ja, onze receivers zijn constant piepen aan het geven. Maar heel in brokkenmakersstijl deze sessie. Kom maar krachtig, hè. Het was gewoon een weekendje naar hier gereden, vrijdagavond, laat aangekomen. Even geslapen en dan in alle vroegte, ja, zaterdagochtend aan de slag gegaan. Zes hengels, ja. Zes hengels verspreid. En Cyril kende het water natuurlijk als een duimpje. En we hoefden echt niet lang te wachten, Cyril. Of de hengels liepen één voor één af. Ja, echt, één voor één. Eentje van jou, eentje van mij, eentje van jou. Nog eentje van jou. Redden maar! Ja! Oh, ja, nog één. Toen was er uiteindelijk geen hengels. Ik denk dat er ook eentje de lijn had opgepikt, dus die hengel is er uiteindelijk ook uitgegaan. Maar zoals op een paar uur tijd waren de slings gevuld en lagen al onze hengels op de kant. Klopt. Terwijl springen er nog vissen op de stek. Ja, echt mooi. Het is een schep, dat is een schep. Mag dat of niet? Ik denk dat Cyril nog niet goed wakker is. Nee, jawel. Jawel, zie je, het is een vest dat ik gekregen heb. Die is aangevallen geweest van een meerval vroeger. En die heeft een hele meer outletteken op zijn manier. Ja, ja. Yes, get it. Yes! Damn, man. Zie je hoe dat je gevakken is geweest aan beide kanten? Ah ja, gewoon als die klein was, op de rug gepakt. Gaat hè? Ijskoud hebben ze, maar azen doen ze alleszins. Wat een krachtpatser. Mega vet. Ja. Alright, best jongens. Alright, niet mogen zwemmen, dus. Yes. Alright. De rest. Uh,
Ja, we gaan toch een beetje stil moeten zijn, denk ik, met die wind. En ja, voor het wisten was het middag. En toen viel de actie een beetje stil, hè? Toen was het eigenlijk volledig stilte. Ja, het was echt wat tijd om een boterhammetje te eten en even te bezinnen. Want wat we zagen is... gisteren was er ook een beetje zon. Gisteren was er... En je kon gewoon voelen dat in de hoek aan de overkant dat gewoon de warmste plek van het meer was. En toen zijn we naar daar getrokken. Met een penhengel. Jij met een penhengel en ik met een pop-up. En dat vond ik een heel interessant moment. Ja, wat is er gebeurd vanmiddag? Vanmiddag was dus een redelijk dood moment. En Chris en ik hebben besloten om samen met de drone een keer te kijken waar de vis zich ophield op het water. En bleek dat de vis echt geconcentreerd in groepjes tegen de overkant lag. En brokkenmakers zijnde, besloten we dan natuurlijk om naar de overkant te gaan om de vis te gaan stalken. Chris op de bodem en ik met de pen. En ik heb een paar plekjes aan de kant aangevoerd, voor ze dan op het gemak rustig af te struinen. Yo! Holy shit. Maar toen ik Chris en David riep, schot de vis los aan de kant. Nee, los. Is hij los? Nee. Ja. Hé? Hij schiet los. Ah ja, hij schiet los. Oh. Fuck! Sneu. Maar ze zijn er nog aan de kant, dus we gaan het nog een kans geven. Hè. Yes, nummer 3 jongens. Dat is echt kippen, nee, dat is hetgene wat ik beleef. Zo vet. Dat is toch de mooiste visserij dat er is. Je vis gewoon zien. Pennetje erop. Wat zoete mais. Geneld. Yes. Yes. De ijskoude parel. Ik denk dat de camera maar zwaar zal weer maar samen blijven. De foto's wel, nee. Het is goed. Ga maar. Yes. Ja, zo zie je maar. Hé. Je mag al het materiaal van de wereld hebben, maar een goede timing, een zonnetje, een pennetje en uiteraard een zeer talentvolle jonge man. Dat is voor mij voldoende om de karper te vangen. Ons serieusje. Wat ik zie als ik hier zit, is dat er af en toe een vis voorbij kroest. En Cyril had ervoor gekozen om sweetcorn mee te doen. Ik dacht gewoon een fluo pop-up. En de vissen zwemmen hier over en weer. Maar voorlopig negeren ze de pop-up en gaan ze wel op die sweetcorn. Dus dat is toch iets om rekening mee te houden. Hè? Ja, dan zit je zo in de namiddag. Zie je de ene karper naar de andere over je pop-up zwemmen. Cyril is al lekker een vissendril. En ik ben aan het genieten van het zonnetje, want je was aan het roepen, maar ja, ik hoorde je niet. Of ik wilde je niet horen. Nee, die vangt weer aan de vis. En ik zat er zo een beetje en plots, ik had eerlijk gezegd één hengel nog laten inleggen. Die lag op open water, kon niks van kwaad. Maar ik had zo het gevoel, die single hookbeat hengel, van misschien is dat wel de zone van de grote vis. Dus, en je zal het zien, ik was aan het denken aan terug te keren. Krijg ik een aanbiet, spring ik op dat blauwe elektrisch stepje voor jou, volle bak. Oh fuck! Kom maar. En hier is Ivan. Dus ze was aan het kopschudden. Dus ik kwam, hup, hengel. Ik voelde dat het een deftige vis was, maar toen kreeg ik mijn telefoon niet uit mijn zak. Ja. Ik had ook nog geen schepnet klaar liggen, dus het was enig chaos. En jullie zaten er ook, ik weet niet wat te doen daar aan de overkant. Bellen naar David, ja, die nam je op natuurlijk. Bellen naar jou. Ik zo, ja, Chris, waar ben je al? Ik zei, ik ben een bak al trillen.
Jij kwam aangelopen. David trekt de drone in de lucht. David de drone in de lucht, dus dat hebben we ook nog. Even een heel krankzinnig momentje. Complete chaos. Met deze bak natuurlijk als kers op de taart. Classic serious shot. Ah, super blij mee. Woehoe. Oh, wat bak man. En in de euforie van die grote vis lagen jouw hengels daar weer al in en die zijn onmiddellijk... Binnen een paar minuten liepen ze weer af. Ja, het was een chaos. Cyril kreeg een run en terwijl hij dat staat te delen en ik het net in elkaar wil steken, vertrekt zijn andere hengel ook. Dus nu even met twee vis tegelijk bezig. Dus, Cyril, dat is brokken maken zeker, hè? Ja, de essentie ervan. Get out! De jeugd. De jeugd. Het is nu de kloot. Joehoe! Brokjes en brokken. Oh, ik kies ook nog een hond. Ja, we laten zwemmen. We laten ze zwemmen. Alright. Ja, jongens. Het is een vestje. Dat was echt weer een gewoon bizar hoe dat vooral in februari dat ik kan zien dat ze echt al duidelijk aasperiodes hebben. Heel de middag, heel de middag bijna niet. En dan uiteindelijk zien we op de drone dat de vis aan de kant zwemt. Kunnen we in de kant met de pen vis vangen. En dan weer was dat vijf uur echt stil. En dan plotseling vanaf dat donkere bottel. Ja. En we hebben geluk gehad met weer, want het was zonnig gisteren. Maar er was geen wind. En nu is het echt... Twee dagen nachtvoorstel gehad, het is echt ijskoud. Ja, echt. En hier in het zonnetje is zalig, maar het is daar precies, is het is precies lente, maar... Het is dat je op de Noordpool zit. En het zal een uitdaging worden voor vandaag. Vandaag wordt het een taaie dag, maar we zijn aan het wachten dat het zonnetje weer op die ondiepte zit. En straks gaan we er nog eentje proberen stalken. Hè? Klopt. Daar kan voilà. Oké, mensen, een beetje Rick Talk. Eind februari betekent natuurlijk dat de lente heel nabij is. En zoals we allemaal weten is het vissen met... Fluo pop-ups in de lente, een winnende tactiek. En ik wil jullie graag even het systeem tonen dat ik ervoor gebruik. Ik ben voor 95% echt een ledclipvisser. Maar om met een iets stijver materiaal te vissen, gebruik ik dat toch graag een helikoptersysteem. De reden is hoe het lood ook valt. En met die parel kan je, afhankelijk van de wiergroei of de modder, aanpassen hoe hoog je onderlijn over de leader schuift. En je ligt altijd goed te vissen. En dat is zo met een single hoekbeetvisserij. Heel leuk dat je, als je ergens een vis ziet, hoef je niet na te denken hoe is de bodem, wat ligt er op de bodem. Met deze opstelling kom je er altijd mee weg. Dus een helikoptersysteem, een quick change swivel met een ringetje, draait vlot rond de reeder. En wat ik doe is, ik knip een stukje tailrubber af, zodanig dat... De quick change wel mooi bedekt is, de onderlijn kan er onmogelijk uit, maar je hebt wel dat scharnierpunt. Dus omdat er niet stijver de onderlijn is, heb ik graag dat het scharnierpunt zowel hier aan de haak is, als hier aan de swivel. En dan zie je dat dat zich overal mooi kan positioneren. En om dat te bespoedigen, heb ik ook hier aan de eerste krimp, dicht bij de haak, een stevig stukje putty, zodanig dat mocht je over een takje landen of zo, dat die onderlijn toch altijd mooi zakt en dat je pop-up in een optimale positie te vissen staat. Zoals jullie allemaal weten heeft Fox afgelopen najaar een fantastische crimpable materiaal uitgebracht. Ik gebruik de fluocarbon versie. Er is ook nog een gewone nylon of een mono versie. Maar een fluocarbon in helder water, ondiep met pop-ups, ideaal, valt volledig weg. Kan je niet zien liggen, de vissen ook niet. En die heb je een 25 en een 35 pons uitvoering. Tangetje erbij natuurlijk om de krimps te doen. En dan is het gewoon een kwestie om
een 12-tal centimeter met twee lusjes te krimpen. Een spinnerswivel eraan. En als haak gebruik ik de nieuwe Wide Gape Longshank in een 5. En die 5-maat is prima in de meeste omstandigheden. En het laat je ook toe om met een heel klein subtiel pop-upje, in dit geval een 12 mm, die komt nog, staat nog perfect terecht. Dus een systeem dat mooi in balans is, eenvoudig te maken is, waarbij je snel van haak kan wisselen en waarmee je op alle bodemtypes terecht kan. Dat is echt zo'n mooi materiaal. Oké, jongens, we zijn aan het einde gekomen van onze sessie. Het was super taai vandaag. Wat gisteren liep als een trein, is vandaag echt moeilijk gebleken. Ik heb helaas mijn enige aanbied van de dag verspeeld. Al die hoop en nog die aanbied en die moeilijke omstandigheden en dan een losgieter. Er zijn dingen die nooit wennen het vissen. En dat is er één van. Cyril probeerde nu met het pennetje nog een mirakel te verrichten. De pen beweegt soms, er zit zeker vis hier onder die boom, maar ze bijten o zo moeilijk vandaag. Ja, jankt eraan! Gewoon rustig blijven. En dan komt het misschien goed. Het is echt wel hoek en hold. Shit, man. Gewoon rustig. Shit, man. Heb je hem al gezien? Niet geven, maar chance heeft verloren. Gewoon, hij zal wel komen. Rustig. Ah, dat is een hartje in de keel. Niet normaal, niet normaal. Dat is een pure kick. Ik zie de stofwolk hier. Dit is echt op het scherp van de snee. Ik sta niet aan de weg, David. Oh man. Ah, dat is een hartje in de keel. Niet normaal, niet normaal. Dat is een pure kick. Ik zie de stofwolk hier. Dit is echt op het scherp van de snee. Oh man. Jezus, Jezus. Ga jij achteruit, dat kan ik niet meer zetten. Door. Dat was echt niet normaal, dat was op gewicht. Blijven gewoon. You win some, you lose some. Ik en ik weet, geen ik weet. Ik denk dat het hier. Dat het hier stopt, ja. Oh man, dat was echt. Nee, gewoon ja, los me. Ja, zo'n druk dat je moet zetten. Net. Shit, man. Dat was echt een hele grote, hè? Ja, dat nu zo 20 kilo punt was. Ik stond er, ik dacht van, hoe lang kan je die druk op een hak zetten? Twee verspelen is genoeg tot een dag. Shit man, shit. Damn. De daders van onze hectische afsluiten, net voor het laatste licht. We gaan die laten zwemmen, hengels terug op scherp en... En op naar de volgende, jongens. Ja. We gaan even bij de klank van Chris komen. Brokkenmakers, alles kapot. En,
Dat is een goed bloepertje op het einde.